Het is juli 2019 en Quincy Promes heeft net een contract van 5 jaar getekend bij Ajax. Hij is onverminderd populair. Maar zo'n 5 jaar later hebben we een heel ander beeld van de voetballer. Op 29 januari 2020 meert het schip Cap San Nicolas aan in de haven van Antwerpen. Aan boord bevinden zich 5 containers met zakken zout. 2 van de 5 containers bevatten niet alleen zout, maar ook blokken cocaïne die verstopt is in de zakken zout. Promes kreeg begin dit jaar 6 jaar cel opgelegd voor de invoer van ruim 1300 kilo cocaïne. Op dat moment heeft hij ook al een andere veroordeling achter zijn naam staan, voor het neersteken van zijn neef. Maar ja, het wordt bijzonder moeilijk om hem nu deze straf te laten uitzitten. Promes woont en voetbalt namelijk in Rusland en ontloopt daarom vooralsnog zijn straf. Toch komt dat nu dichterbij. Promes werd in maart op verzoek van Nederland in Dubai aangehouden. De Nederlandse autoriteiten willen hem hier achter de tralies. Maar dat gebeurt niet voordat de rechter in Dubai zich over het verzoek gebogen heeft. Dan kijken ze niet naar de veroordelingen, omdat zijn procedure nog loopt. Dus ze kijken alleen maar naar de feiten waarvan hij wordt verdacht, of daar minstens 1 jaar gevangenisstraf op staat. Nou, dat is in het geval van Promes zo. En dan gaan ze beoordelen, zijn er redenen om de uitlevering te weigeren. En dat proces start vandaag. Kerem Kanatan is niet de advocaat van Quincy Promes, maar wel gespecialiseerd in internationaal strafrecht en uitleveringen. Hij vertelt dat de advocaten er alles aan zullen doen om Promes niet uit te laten leveren. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze zeggen ze hebben niet alle juiste papieren meegezonden, of ze hebben dat niet op de juiste manier ingediend, want het moet ook bijvoorbeeld gewaarmerkt en zo zijn. En andere weigeringsgronden zijn bijvoorbeeld als het gaat om een politiek delict, of als iemand de doodstraf zou kunnen krijgen, of als het geen strafbaar feit in het land zelf zou opleveren. Nou, dat wordt dan aangevoerd door de advocaten. En de uitleveringsrechter moet dan beoordelen of die weigeringsgronden zich voordoen of niet. Voormalig minister Grapperhaus zette in 2021 namens Nederland zijn handtekening onder een uitleveringsverdrag met Dubai. Mede om verdachten of veroordeelden relatief makkelijk uit te leveren. Normaal gesproken is het ook zo dat in het verdrag staat dat je binnen 30 dagen na de uitleveringsbeslissing wordt uitgeleverd. Er is een, normaal gesproken een beroepsmogelijkheid. Maar ja, als de uitlevering wordt toegestaan, verwacht ik wel dat die dit jaar in Nederland is.